Oké, hallo allemaal. Zoals aangekondigd ga ik jullie nu een oefening geven. De eerste oefening, aandachtsoefening, gebaseerd op mindfulness. Waarvoor kan je deze oefening nu gebruiken? Op het moment dat jij gewoon behoefte hebt aan wat rust en even aandacht voor jezelf. Even een moment om te kijken van hoe het met je gaat. Dan kun je deze oefening gebruiken. Het kan ook zijn dat als je er net mee begint, dat je nog heel erg even aan moet wennen. Je denkt, gaat het nog wel goed? En dat er bijvoorbeeld ook onrust opkomt. Of dat er dingen zijn waarvan je last hebt. Of dat je klachten hebt die opkomen. Dat hoort er ook allemaal bij. En dat is ook helemaal oké. Geef het gewoon aandacht. En merk maar gewoon op wat er dan gebeurt. Ik zal je daar verder in begeleiden. Het is een korte oefening. Eigenlijk een beetje een kennismaking. En we gaan zo van start. Dan mag je een rustige omgeving uitzoeken. Een plek waar je niet gestoord wordt. Dan mag je op een plek gaan zitten of liggen waar je je goed voelt. Waar je lekker zit of waar je lekker zit, ligt. Gewoon wat voor jou helemaal prima is. En dan mag je je voeten als je zit beide op de grond zetten. En voel maar eens hoe je zit of ligt. Waar jouw lichaam de stoel raakt. Voeten op de grond staan. En als je ligt, gewoon waar jouw lichaam een matras of de grond raakt. En laat alles wat je nu gedaan hebt, de dag waar je mee bezig was, achter je. Plaats het maar in wolkjes die voorbij trekken in je hoofd. En die wolkjes drijven zo in je hoofd voorbij. Kijk er maar naar. Neem maar eens waar wat je ziet. Rustig drijft het weg achter je, zodat je hoofd leeg wordt. En rustiger. En als er nog gedachten opkomen of je dwaalt af, dat is ook helemaal prima. Neem het gewoon waar dat je afdwaalt. Of dat je gedachten zijn die nu opkomen. Dan ga je met je aandacht naar je ademhaling. Waar is je ademhaling op dit moment? Zit je ademhaling bijvoorbeeld hoog? Misschien wel in je keel of in je borst? Of bevindt je ademhaling zich wat lager? In je middenrif of in je buik? Misschien zelfs nog wat dieper dan je buik. Kijk maar eens waar die zit. En je hoeft er niks aan te veranderen. Neem het alleen maar waar. De inademing. Je uitademing. Hoe gaat dat? Is die regelmatig of onregelmatig?
eens hoe jouw ademhaling gaat. En als je bijvoorbeeld afdwaalt naar iets anders, je denkt wat of je voelt wat, dan merk je dat gewoon op. Dan geef je dat even aandacht. En vervolgens ga je weer terug naar je ademhaling. Hoe gaat het met je ademhaling? En dan ga je met je aandacht naar je voeten toe. Je linkervoet en je rechtervoet. Als je zit, hoe voelt je linkervoet op de grond? En hoe voelt je rechtervoet op de grond? En als je ligt, dan voel je gewoon hoe het met je voeten op dit moment is. Is er verschil tussen je voeten? Is links anders dan rechts? Voelen je voeten warm of koud? En zit daar ook verschil in tussen de voeten? Merk het maar eens op. En misschien heb je daar bepaalde gedachten over. En die mag je ook weer merken. Oh, zo denk ik daarover. Dat neem je dan waar. Misschien zijn er nog wel andere dingen in je voeten die opspelen. Prikkeling. Misschien zijn ze heel soepel, voelen ze soepel. Misschien voelen ze juist wel stijf. Misschien zit er ook wel verschil tussen je tenen en de rest van je voet. Benoem dat maar eens voor jezelf. En dan ga je weer met je aandacht naar je ademhaling. Haal je diep adem, of is het juist wat licht? Voel maar eens hoe het met je ademhaling is. En maak nog maar eens contact met de plek waar je zit of ligt. En dan ga je rustig weer terug naar het hier en nu en open je ogen als het voor jou genoeg is.